Nu de wijziging van de kiesregeling en de grondwet zijn goedgekeurd in DNA, zal het echte werk beginnen. Dit zei president Chandrika Prasad Santokhi gisteren in de Nationale Assemblée. Na het opmaken van de uitvoeringsbesluiten dienen de verkiezingsactoren ingelicht te worden over de uitbreiding van hun taken. Het staatshoofd merkte ook op dat de verkiezingsactoren ook getraind zullen moeten worden. Ook staatsbesluiten die al bestaan, die dienen aangepast te worden, zeker als het gaat om de procedure, om personen van de vele districten de ruimte te geven om hun stem te kunnen uitbrengen, voorzitter. Voorzitter, ook de kiezers en burgereducatie dient onmiddellijk ter hand te worden genomen. Hetgeen wij als regering samen met uw geacht college wensen te doen. De regering zal intensieve informatie en bewustwordingssessies initiëren, indien nodig, samen met uw geacht college, naar de samenleving toe, de kiezers, de politieke organisaties en andere functionele organisaties. De president bracht in herinnering dat Suriname sinds 1987, zowel nationaal als internationaal, een goede naam heeft opgebouwd rond het correct verloop van eerlijke verkiezingen. Deze goede naam moet behouden worden. Tegen deze achtergrond moeten wij met de kiezerseducatie ook het aantal ongeldig uitgebrachte stemmen verder omlaag brengen. Pardon. Voorzitter, om maar een illustratie te geven, bij de laatst gehouden verkiezingen waren van de totaal uitgebrachte stemmen 283.834 in aantal 9.120 stemmen ongeldig. Dat is een gemiddelde van ongeveer 3,2%, voorzitter. Is meer dan een zetel. Is ongeldig. Voorzitter, en ik heb ook gekeken naar het rapport van het Onafhankelijk Kiesbureau. En dat rapport bevat verschillende aanbevelingen, voorzitter. En die aanbevelingen zijn bijzonder belangrijk om ook aantal ongeldige stemmen terug te brengen. President Santokhi zegt dat elke vorm van communicatie naar het volk toe eenvoudig en simpel gehouden moet worden.